Maar dat wij ook zondag in staat zullen zijn, fysiek gezien, om vol te gaan, daar ben ik van overtuigd. Gefeliciteerd Arne. Ze spraken van trots op je elftal vanavond. Nou, ik vind wel dat ze heel erg goed gevoetbald hebben. En los van dat ze goed aan de bal waren, <coughs> hebben ze ook zeer veel discipline en concentratie getoond in het verdedigen. Want uh, ondanks dat ik wel vond dat zij in de eerste 20 minuten echt wel aan de wedstrijd meededen, hebben we denk ik zo goed als geen kans weggegeven. En dat vind ik de mooiste combinatie van zelf veel goals maken, goed voetballen, maar ook weinig weggeven. Jaan Baks, even uitlichten, die lijkt steeds beter in zijn spel te komen. is wordt steeds dreigender. Ook Ali Reza heeft vorig jaar in het begin van het seizoen ook een aantal belangrijke goals voor ons gemaakt. Maar ik denk dat elk individu goed gaat voetballen als het team ook goed speelt. En om vandaag één individu eruit te pakken, dat zou denk ik heel vreemd zijn. Want uh, het was echt een teamprestatie vandaag, waardoor het individu er heel goed uitzag. Dus um, de spelverplaatsing was vandaag heel goed voor elkaar. En, um, en vanuit daar hebben ze, want ik denk dat als, het, als je naar iedereen ziet, kijkt heeft volgens mij ook twee, drie uh, goals voorbereid, een goal gemaakt. Ali Reza maakte drie. De ene spits scoort, de andere komt erin, scoort ook gelijk. Oh, wie maakte er twee? Ali Reza. derde de werd afgekeurd. Oh, ja, die, uh, die telde ik al voor hem. Was dat terecht? Ja. Oh, oké. Okay. Dat oh, is ook wel eens een keer leuk dat het terecht is als een goal van ons wordt afgekeurd. Heb je het gevoel dat het nu in elkaar is geklikt dan in deze week? Uh, nee, dat gevoel heb ik niet, want ik vond dat we daarvoor ook al een aantal uitstekende wedstrijden gespeeld hebben. De ene keer leidde dat ook tot veel goals, de andere keer hadden we ontzettend veel kansen, zoals tegen de en scoor je niet. Dus uh, ik denk eerder als ik de eerste gedeelte van het seizoen Daarop terugkijk dat Lazio-Roma de uitzondering geweest is op onze regel, maar euh, tegelijkertijd was dat ook de ploeg die ons de meeste weerstand heeft gegeven, dus euh, ja, een team kan soms heel goed spelen tegen kleinere tegenstanders en die zullen ook moeten gaan aantonen dat ze tegen grotere ploegen goed zijn. Als je nou kijkt naar jullie week, Sparta, goede uitvoering, winnen, vandaag ook weer, dan ga je toch op zich met een goed gevoel daar, daar naartoe, tegen een ploeg die heel de hele week eigenlijk uh, gewoon getraind heeft? Nou, dat wij met een goed gevoel daar naartoe gaan is wel duidelijk. Maar met een goed gevoel win je geen wedstrijden over het algemeen. Dat begint ook weer met goed aan de wedstrijd starten. Niet in het begin tegen een domme goal aanlopen. uit uit een fout, het uit een standaard situatie. Dus ik geloof niet zozeer dat je aan de voorkant een wedstrijd kan winnen. Je moet gewoon vreselijk veel goed doen gedurende een wedstrijd. om op een vrij hoog niveau wedstrijden te winnen. En dat hebben we vandaag heel goed gedaan. Dus we hebben gewoon meer goede spelers. En dan is het de vraag met wie we zondag gaan spelen. En dat is. Soms ingegeven door never change a winning team. Soms is het ook ingegeven door de vorm van een speler of de fitheid van een speler. En in het laatste geval kan het ook nog met de kwaliteiten van de tegenstander te maken hebben dat je een bepaalde keuze maakt. Maar mensen hoeven niet te verwachten dat we, vol dat we aanstaande zondag met acht nieuwe spelers op het veld staan. En je kijkt ook naar welke jongens je graag nog even wil zien uh, in de wedstrijd. Uiteindelijk zijn ze, zeker als een wedstrijd zo verloopt. Dan, dan, dan heb je niet, bouw je niet ontzettend veel vermoeidheid op tijdens de wedstrijd. En denk ik ook dat we, dat we voor zondag uitstekend in staat zijn om weer uh, volle bak te kunnen spelen. Maar nogmaals, momenten in een wedstrijd kunnen een wedstrijd een ander aangezicht geven. Maar dat wij ook zondag in staat zullen zijn, fysiek gezien, om vol te gaan, daar ben ik van overtuigd. Terug? Nee, nee, nee. De tijd is zeker gaan rijden, maar dat is niet vandaag begonnen. Die is al vanaf. Dat we de groep bij elkaar hebben, heeft die trein gaan rijden en zie je dat we gewoon uitstekend kunnen voetballen. Maar als een trein rijdt, je hebt ook stoptreinen, je hebt een sneltrein, je hebt een TGV. Dus het wil niet zeggen dat die, dat die trein ook niet eens een keer een, een tegenslag krijgt. Zoals we die in Rome hadden, maar dan gaat het er uiteindelijk altijd om hoe moet je daarop reageert. En dat is de afgelopen twee wedstrijden uitstekend geweest.